Dit is Maarten van Poelgeest. Hij is klimaatambassadeur en betrokken bij windenergie in Amsterdam. In Amsterdam-Noord namen ruim 200 burgers en 400 bedrijven het initiatief om langs het Noordzeekanaal windmolens te gaan bouwen. Maarten van Poelgeest gaf hieraan zijn steun op de Dag van de Duurzaamheid in 2012. Het mooie van dit project is dat het hier 400 bedrijven zijn op een bedrijventerrein die hun eigen energie willen opwekken. En nou ja, als wij in de toekomst ervoor willen zorgen dat we meer energie duurzaam opwekken, dan hebben we het nodig dat dat lokaal gebeurt. En ik kan het zeer aanbevelen omdat je het zelf ook in gang kan zetten. Nou, het neerzetten van een windmolen is nog niet zo heel eenvoudig. Dan moet je een hele planologische procedure doorlopen. En daarbij kan de gemeente bedrijven en burgers heel erg helpen door dat makkelijker te maken en ervoor te zorgen dat dat sneller kan. Lokale klimaatagenda, samen het verschil maken.